Dan kan je via een stijger naar beneden. Ja, want een paar weken geleden mocht het nog niet met de dag van de bouw. Toen kon je hier nog niet lopen. Het was de bedoeling dat ik boven de veiligheidsinstructie ging geven, maar aangezien er nog gestort werd, was wat lawaai, dus doen we dat even beneden. U bent op een bouwterrein, dat betekent dat we helmen dragen en dat we proberen bij elkaar te blijven. Het werk is zoveel mogelijk opgeruimd en schoongemaakt, maar u moet continu blijven uitkijken op afstapjes en dat soort dingen. Nog dieper. Hartelijk welkom allemaal en ontzettend fijn dat wij na die stevige veiligheidsinstructie hier bij elkaar kunnen zijn. Voor het eerst op de bodem van de bouwput, in ieder geval voor velen van u en zeker in ieder geval voor mij. Heel vaak boven aan de rand al staan kijken naar de voortgang van de werkzaamheden. Maar dat we vandaag hier staan, vind ik alleen al ontzettend leuk. Maar het is ook heel belangrijk. En aangezien je toch niet weg kunt met z'n allen, ga ik je toch nog even uitleggen waarom het zo belangrijk is. Die tijd neem ik maar in. Want wat hier gebeurt is wel echt heel bijzonder en belangrijk voor de stad Leiden. Een ondergrondse parkeergarage, jaren van debat. Nu komt hij er met 525 plekken zometeen hier op de grond. Het geeft ook de gelegenheid om het plein hier straks bovenop echt herin te richten tot een groen cultuur- en evenementenplein. Een belangrijke functie voor de stad. Anne van Buren die hier straks weer kan optreden. De 3 oktober kermis. Nou, voor degenen van u die van buiten Leiden komen, dat is echt wel een dingetje. En dat kan hier straks allemaal plaatsvinden. Daar zijn we heel erg blij mee. En dan zo'n belangrijke voorziening in het hart van de stad. Aan de rand van het cultuurkwartier, waar de Lakenhal gaat verbouwen op het Stedelijk Museum, waar Scheltema zit, waar de Nobel zit, het poppodium, en waar ik afgelopen week ook nog een koopcontract heb mogen tekenen voor het nieuwe filmhuis, dat hier op steenworp afstand aan de rand van het terrein komt te liggen met 5 nieuwe zalen. Kortom, dit is straks echt de plek in Leiden waar het gebeurt en waar je ook nog eens meer dan fatsoenlijk je auto kwijt kunt. En daar ben ik echt ongelooflijk trots op en blij mee. En dat wij vandaag dan hier staan, dat is wel een heel bijzondere mijlpaal die we zo meteen gaan bekrachtigen. Met wat handtekeningen op een heel speciale manier. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. En dat we hier staan is vooral dankzij de inzet van een groot aantal mensen. Heel erg veel dank ook aan de mensen, met name aan de mensen van Dura Vermeer en van Basics. Want in die combinatie is hier de afgelopen tijd keihard gewerkt. Het is nog niet af. Het mag ook niet zo blijven. Dus er moeten nog wat elementen in. Net zover tot we hopelijk eind dit jaar ook de dak kunnen zitten. Maar dit is wel al een geweldige prestatie die veel energie gekost heeft. En die echt, echt geweldig is. Ik weet ook van de grote hoeveelheid mensen, kunt u zich niet voorstellen, die mij de afgelopen tijd benaderd hebben, dat er ongelooflijk veel belangstelling is uit de stad voor wat hier gebeurt. En zelfs nationaal, een van de 7 wereldwonderen in Nederland, in Leiden, iets om trots op te zijn. En we willen graag zowel in Leiden als bij de bedrijven uitnodigen om hier een handtekening te zetten. Dus als de auto over 100 jaar deze parkeergarage wordt heringericht of wat zal ik doen? Dat ze dan straks als ze de wanden eraf halen ook zien wie hier gebouwd heeft en wie natuurlijk ook de opdracht heeft gegeven. Dus ik wil graag, Paul, misschien aan jou de eer om te beginnen. Oh, ik dacht ik ga als laatste. Dus oh, ik kan Koen kan naar voren, Rutger kan naar voren. Nee, Paul, ja, mag ik links? Thank you.
Want er zijn twee dingen die wij nog even met elkaar zeker moeten doen. De eerste is afspreken dat hier een prachtig glasplaatje voorkomt. Dat als ik straks hier naar binnen rijd, dat er ook nog staat. Maar we hebben ook nog iets anders belangrijks. En dat is, het werd al even genoemd, tijdens de dag van de bouw een fantastische wedstrijd om de mooiste foto te maken. En dat heeft een winnaar opgeleverd. En wie er is, weet ik eigenlijk ook niet. Want hij is er niet. Maar Iris, jij bent er wel. De dochter van de prijswinnaar komt erbij. Want ik weet zeker dat de eeuwigheid gaat pesten. Met dat jij de grootste prijs in ontvangst hebt genomen die aan de prijsvraag verbonden zat. Namelijk mee afdalen van het eerste debuut. Ja. Hoe is je relatie met je vader? Nu nog goed. Maar behalve die geweldige prijs is er ook nog een kleinigheidje. Als gemeente Leiden, maar vooral ook Dura van de Basics. Graag ga je zo weer aanbieden. Om de beste foto te huldigen op deze prachtige dag. Ik praat nog bij BMW, maar dit is de winnende foto. Misschien dat je van de mensen laat zien, als ik erbij was, komt dit erbij. Wow. Dus dit was de winnende foto. Dus bij we hebben helmen, dus we hebben dacht, doen we de helm. Ja. En er zit een paar beeldjes in, nou, ik neem aan die je vader heeft. Wel, ja. En anders drinken ze helemaal. Ja, ik geef ze. Dankjewel. Dankjewel.